Dit is een podcast van NPO Radio 4 en de EO. Veni Creator Spiritus, gespeeld door Petra Veenswijk. Want bij haar ben ik vandaag te gast in de Maria en Jessekerk in Delft. Een Gregoriaanse hymne hadden we nog niet gehad als opening van alle registers over. Waarom heb je voor deze gekozen? Het Gregoriaans is voor mij een bepaalde liefde, zeg maar. Wat we hier ook zingen. We zijn hier nog in bezit van een schola, deze kerk. Het mannenkoor van onze gemeentekoor Deo Sacrum vormt samen een schola. En die schola die zingt het Gregoriaans, de wisselende gezangen nog. En ja, dat is een liefde van mij. Prachtig vind ik het Gregoriaans. Dus ik dacht, nou, dat moet hier klinken. Daarmee openen. En we zitten hier op een... rondom jouw orgel is heel veel ruimte. En jij vertelde net voor de opname dat hier dan 50 man koor staat ook. Om Inderdaad, jouw orgel heen. Ja, dat klopt. Dat is zo, ja. Dat aan beide zijden, de dames links, de heren rechts. Zodat zij dan ook samen het Gregoriaans kunnen zingen. Wat trouwens niet iedere zondag gebeurt, maar wel regelmatig. En dat is een voorrecht om hier zo te mogen werken, denk ik. Ja. Omringd ben jij dan door zangers? Ben omringd door zangers, ja. Dat is prachtig. Ja. Liturgisch gezien is het ook een passende opening, want we roepen de geest van God aan, de Heilige Geest. Is dat ook voor jou belangrijk, de geest? Ja, dat is voor mij belangrijk. Ik ben beleidend katholiek, hè, dus ik ben hier met overtuiging, zit ik hier wat dat betreft te spelen. En wat dat betreft, het katholieke geloof spreekt mij zeer aan. De mooie liturgie en alles. En ook het Gregoriaans natuurlijk. Maar ook de andere mooie, prachtige psalmen die we zingen. Het is een rijkdom wat we hier nog hebben. Ja, zeker. En wat maakt die liturgie zo aantrekkelijk? Wat doet liturgie? Nou ja, dat is een bepaalde traditie natuurlijk. Wat doet dat? Het geeft een bepaalde sfeer, denk ik. Soms een mystieke sfeer, wat ook aanspreekt. Hè? En ja, wat doet dat? Dat kan je dichter tot God brengen, denk ik. Dat is, dat zo helpt. Kan dat werken. Ja, ja. Dat helpt. Ja. 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 Zit het ook in je concerten, liturgische opbouw? Of is dat eigenlijk niet zo. Ik zie het orgel meer als een concertinstrument. Ik speel overal concerten. Het maakt eigenlijk niet uit. Dus dit is vrijwel. Ja, het is toeval dat het zo loopt. Maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk als er een bepaalde feestdag is. Bijvoorbeeld nu Maria Hemelvaart gaat komen. Dan probeer ik wel stukken te kiezen die ook voor die gelegenheid zijn gemaakt. Maar heel vaak is het gewoon muziek die gewoon prachtig voor orgel gecomponeerd is en niet zozeer aan de liturgie gerelateerd is, hoor. Nee, dus zeg maar de begeleiding van de mis en de diensten is wat anders dan het geven van een concert. Ja, absoluut. Zo zie ik dat wel. En voor mij is het orgel als concertorganiste echt een concertinstrument. Het staat toevallig in een kerk, maar het kan ook natuurlijk in een concertzaal staan. Heel toevallig in een kerk. Er staan er best wel heel veel in een kerk. Ja, zeker. Maar, en soms in een concertzaal. Ja, een concertzaal natuurlijk ook. Daar speelt het ook best vaak een rol, het orgel. Het zou meer mogen, zou je zeggen. Maar ja, het is, precies. Ik moet aan het concertgebouw denken, daar zie je hem ook heel duidelijk staan. Ja. Welke rol speelde muziek in jouw jeugd? Werd je er al jong mee vertrouwd gemaakt? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar niet op een manier van
liturgische muziek. Het ging allemaal heel speels. Toen ik 6 jaar was, toen ging ik naar de muziekschool. Streeks Muziekschool Rijnakkoord heette dat. Muziekschool in Leidendorp. Ja. En dan ging ik AMV-lessen volgen. Dat heb ik 5 jaar gevolgd. En dan ga je een instrument kiezen. Tenminste, dan moet je eerst nog 1 of 2 jaar blokfluit spelen. Moest, want dat is natuurlijk een prachtig instrument, buiten kijf. Maar zo ging dat in die tijd. Op die leeftijd vind je dat niet waarschijnlijk. Nou, ik had toen wel al iets anders in mijn hoofd. Oh ja, wat? Nou ja, dat niet onmiddellijk het orgel, maar dat liep ook zo. Want mijn vader die had een orgeltje gekocht, een elektronisch orgeltje. En die had daar wat lessen opgenomen. Maar dat was niet zozeer klassiek. Het was toen mode om zo'n elektronisch orgeltje in huis te hebben. Ik kan me dat nog wel herinneren. Bij een vriendinnetje thuis hadden ze dat ook, ja. Ja, dat was zo'n Solina van, weet je wel. Ja, ik geloof niet meer dat ze bestaan, dus ik mag het wel zeggen. Ja. Maar het orgel, dus echt als instrument gerelateerd aan de kerk, dat is pas later gekomen. Maar wat had je nou voor een instrument in gedachten? Nou, toen je ik nog vond met saxofoon die ook heel leuk, bijvoorbeeld. Oh, ja. En dat had het ook zomaar kunnen zijn. Het viool vond ik ook altijd heel mooi, maar daar kwam niet zo mee in aanraking. Maar het orgel, ja, dat was gewoon praktisch. Er stond een orgeltje, dus ik ging op orgelles. En dat was een klassiek les aan de muziekschool door Adriaan Blankenstein, destijds organist van de Hooglandse Kerk. Nee, van de Pieterskerk in Leiden. Mm-hmm. En dat was wel meteen een goede docent. Dat was een hele goede docent. Ja. Maar die heb ik 1 jaar gehad. En toen kwam zijn vrouw, die gaf ook lessen. Toen ik 1 jaar of 12 was, toen zijn die lessen voortgezet aan een muziekschool door Nico de Raad. En dat was een hele inspirerende docent voor mij. En die bracht mij eigenlijk in contact met het klassieke pijporgel. Niet dat wij dus niet naar de kerk gingen, want we gingen op zondag altijd naar de kerk. Dus toen hoorde ik wel het orgel. Maar ik moet zeggen dat ik het orgel niet altijd zo mooi vond, omdat het was vaak ongelijk met het koor. Het was gewoon een slechte organist. Het was een hele slechte organist. Ja. En ik dacht altijd, waarom moet dat orgel zo langzaam spelen? Maar dat was gewoon puur praktisch. Die speeltafel stond beneden. Die pijpen stonden ergens heel hoog aan de andere kant van de kerk. Het was destijds de Meerburgkerk in de Zoeterwoude Rijndijk. Maar op zich leuk orgel, maar ja, dat was een probleem. Dat ging nooit gelijk met het koor. En dat irriteerde mij mateloos. Ja. Dat weet ik nog wel, ja. Weet je ook nog wanneer je nou ook dacht van die keuze, die pragmatische keuze voor het orgel is toch uiteindelijk ook wel een keuze die heel goed bij me past. En ik echt de passie wat ontvlamde in jou. Ja, nou ja, goed. Toen ik 1 jaar of 14 was, toen ben ik kerkdiensten gaan spelen op de zaterdagavond. Dat waren toen gewoon samenzang, dat is 3 liedjes te begeleiden, weet je wel, samenzangdiensten. En als ik dan wat orgelspel liet horen, dan vonden de mensen het mooi. En dan spraken ze me aan na afloop. En dat stimuleerde mij om te gaan studeren, ook om door te zetten. Ik mocht zelfs op de middelbare school een keer een iets begeleiden in een Hartenbrugkerk in Leiden. En dat weet ik ook nog heel goed. En dat vond ik heel leuk. Want ja, ik kon relatief makkelijk handig spelen. Ik was al jong een handige speler, dat wel. Wat is een handige speler? Nou, iemand die zijn vingers heel snel kan bewegen. Oh. Okay. Op het instrument. Dat helpt. Ja, dat. Maar ik was zeker niet een grote uitblinker. Want ik vond 1/2 uur studeren heel mooi. Ik had ook nog andere hobby's. Ik handbalde graag. Ik zat op basketbal, atletiek. Allemaal sport. Dingen die voor je handen best wel lief zijn. Ja, ik was zelfs keepster bij de handbal. Nou. Dus dan krijg je. Nou, dus dat was niet heel bevorderlijk. Maar daar dacht ik helemaal niet over na verder. Dat speelde helemaal niet. Want orgel was gewoon een hobby. Maar het lesgeven, dat trok mij altijd wel. Dus op een gegeven moment een combinatie van een lesgeven met een muziekinstrument, met het orgel. Ik dacht, nou, ik word orgeldocent, ik. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja. En omdat Nico de Raad zo'n inspirerende docent was. Ja, wat maakte hem zo inspirerend? Wat deed hij? Hij had een pijporgel in zijn huis gebouwd, een Engels pijporgel. En dan nam hij ons mee en dan liet hij zien hoe hij daarmee bezig was.
En hij zei, je moet eens naar dat en dat concert gaan. En dan ging ik op mijn fiets naar Wassenaar bijvoorbeeld. Om mensen te horen spelen. En zo kwam ik in contact met de orgelconcerten. En met het klassieke orgelrepertoire. Ja. Ja. Hij nam je eigenlijk aan de hand en introduceerde jou in een nieuwe wereld. Ja, zeker. Zo was het, ja. Zo was het. Ja. En ik had zelf les op een orgel, toen ook op een pijporgel, toen vanaf mijn 16e. Dan was het trouwens heel moeilijk pedaal op spelen. Vandaar dat mijn pedaalspel relatief slecht was toen ik op het conservatorium kwam. Het was zelfs zo slecht dat mijn orgeldocent André Verwoerd zei, ik heb nog nooit iemand zo slecht pedaal zien spelen. Nou, echt. Nou, lekker stimulerend ook. Ja, het was echt stimulerend. Ja. Zeg, ja. Iets wat een beetje hoort bij die tijd van Nico de Raad en zeg maar die wereld die voor jou openging, is een stuk van Saint-Saëns. Ja, dat is een jeugdwerk van Saint-Saëns. Ja. Dat is een prachtige compositie waarin een beetje het speelse, het vrolijke van die jeugd misschien tot uitdrukking komt. Ja. Het is van Saint-Saëns is dit jaar natuurlijk staat in de belangstelling. Hè. Hij is 100 jaar. 100 jaar wordt zijn sterfjaar herdacht. En ik vind het een heel leuk speelstuk. Dus zoals gezegd. Er worden even wat registers teruggeduwd. Ja, ik probeer. Want er is geen registrant aanwezig. Dus dat moet, Petra Veenswijk ook helemaal zelf doen. Ik ga proberen. Ik heb me er wel eens aan gewaagd, maar eerlijk gezegd krijg ik er hartkloppingen van. Ja. Nou, ik ga van start. Ja.
Ja, altijd even wachten tot hij helemaal uitgeklonken heeft. Dit was Saint-Saëns. Een prelude en een fuga gespeeld door Petra Veenswijk. Petra, jij wilde docent worden, maar waarom wilde je eigenlijk geen solist worden? Want je kon het best. Nou, het is zo gegaan. Toen ik kwam op het conservatorium, toen zei ik al, was mijn aanvankelijke... Ja, men hoorde wel muzikaliteit, maar het niveau was nog wat laag. Dus ik zat in de vooropleiding. En van met name de theorie ook, maar ook het spel. En toen op een gegeven moment toen dacht ik van... Nou ja, als je dus echt mee wilt tellen en je wilt ook het halen, zeg maar, dat eerste jaar... Dan moet je gaan studeren. Dus toen ben ik hard gaan studeren. 5 uur per dag. Zo? Ja. Was dat anders dan het halve uur? Ja, die gedrevenheid die kwam toen over mij. En ik wilde natuurlijk het gewoon allemaal halen. En dat is gelukkig, mede door dat harde werken, want dat is het natuurlijk, is dat heel aardig gelukt toen. En toen ging het steeds beter. En ook de theorie liep allemaal heel fijn, gelukkig. En toen kon ik ook verschillende hoofdvakken doen. En zo is het. En al vrij snel mocht ik toen ook een keer meedoen aan een galaconcert van afscheid van de directeur van het conservatorium, Kees Stolwijk. Dus dat was hartstikke leuk. En, zou je kunnen zeggen dat je een laatbloeier was? Nou, in ieder geval inderdaad niet een hoe noem je dat, wonderkind. Nee. Hè? Dus, geen Mozart of Beethoven. Nee, nou ja, ik heb een aantal collega's, denk even aan een aantal collega-organisten. En die waren, toen zij kwamen op het conservatorium, kwamen ze al met een groot werk van Reger. En daar deden ze vervolgens ook weer eindexamen mee, weet je wel. Ja. Nou, dat ging bij mij niet zo. En het was toen natuurlijk wel heel veel dieper en zo. Het is niet dat ze hetzelfde niveau hadden. Maar technisch waren sommigen op een heel hoog niveau. Dat had ik absoluut niet. Nee. Maar daarom moest ik hard werken. En het was ook heel leuk op het conservatorium. Je had veel leuke medestudenten. Dus daar trok je een beetje aan op. Hè? Dus, Hoe verklaar jij dat je opeens, toen je op dat conservatorium zat, wel die geest over je kreeg en heel hard aan het werk ging? Dat waren eigenlijk een aantal factoren. Ik denk dat het grootste was dat de inspiratie van mijn medestudenten. Maar ook van mijn docent. Dat is zo omdat hij organiseerde leerlingenconcerten. Hè, en dan hoorde je elkaar spelen. En als er bijvoorbeeld een student voor mij was, ik noem even Aart Bergwerf, dan hoorde ik hem spelen. Dacht ik, oh, dat wil ik ook zo geweldig. En dat orgel kreeg mij zo langzamerhand in de greep, zou je kunnen zeggen. Dus, dat was een stimulerende tijd. Ja. Heb jij ook altijd wel geloofd in je eigen talent? Of voelde je je heel lang toch een soort minder getalenteerd dan je medestudenten? Of nou, ik denk dat het niet zozeer aan het talent lag. Mijn docent geloofde ook vrij snel dat ik een hoop kon. Dat ik een hoop in mijn mars had. Maar het was wel zo, hij had een hele strikte leergang die hij afwerkte. Ik weet nog dat hij in een periode dat hij ziek was, dat ik een werk van César Franck instudeerde. Toen kwam ik op les en toen zei hij, ja, maar dat is nog veel te moeilijk. Terwijl ik dat werk nog van buiten kan spelen. Daar was je nog niet aan toe. Want ik kon niet aan toe. Dus, en dat werkte bij mij goed. Anderen niet. Want ik weet van anderen dat die daar juist wat problemen mee hadden. Maar die strikte leergang werkte bij mij heel goed en inspirerend ook. Ja. En dat had ik nodig, blijkbaar. Je doet steeds allerlei examens. En als je natuurlijk daar hoge cijfers bij haalt, dan raak je inderdaad wel natuurlijk het geloof in jezelf. Dat moet ook komen. Ik bedoel, dat zelfvertrouwen neemt toe. En dat krijg je natuurlijk ook van je docent op een gegeven moment. Dat is zo. Hij vaardig je dan af bij zo'n gala concert om dan te spelen in de Doelen. Dat soort dingen. En als er iets met studenten was, mocht ik spelen. Dat is natuurlijk erg stimulerend. Ja, absoluut. Hè? Als iemand is die in je gelooft, dat helpt natuurlijk. Ja, dat helpt. Ik denk dat dat voor iedereen zo werkt. Dat is gewoon zo. Ja. In je persoonlijke leven was het ook best een heftige tijd?
Toen ik op het conservatorium kwam, ja, dat, nou ja, in dat jaar dat ik eindexamen deed, toen overleed mijn broer, die toen van de ene op de andere dag aan hersenvliesontsteking overleed, 19 jaar. Zo. En dat was een sportman ook, een judoka, die op Papendal trainde, een hele goede conditie had. En dat was, ja, dat was voor onze familie, voor ons gezin een enorme slag natuurlijk. Dat, ja, dus daar krijg je absoluut wat van mee, ja. Dat is ook zo. Dat, had dat invloed op jouw manier van muziek maken of hoe je daarmee bezig was? Ja, zoverre dat ik dacht van nou, ja, wat kan me eigenlijk nog schelen? Weet je wat, dat zo. Geen nervositeit meer als je ergens moest spelen. Dan dacht je van ja, nou ja, joh, ik rep me er wel doorheen. Ik bedoel, er zijn zoveel ergere dingen. En dat had je natuurlijk zelf aan de lijf ook meegemaakt met zoiets. Het relativeren. Iets ergers kan er eigenlijk niet gebeuren. Nee, precies. Zo is het. En je bedenkt je dan ook dat je, nou ja, dat het allemaal maar heel betrekkelijk is, het leven. Dat het dus ook, ja, ook wel eens zo kan lopen, hè. Dat je van, het was toen echt een donderslag bij heldere hemel. Hij kreeg hoofdpijn 's morgens en 's nachts is hij overleden. Dus dat is iets wat natuurlijk je eigenlijk wel je leven toch wel enigszins bepaalt. Niet helemaal natuurlijk, maar zeker bepalend voor mijn broer en voor mijn ouders natuurlijk. En voor iedereen om ons heen. Ja, ja, het zeker. Kan natuurlijk ook zo relativerend werken dat je denkt, ik heb ook helemaal geen zin meer in die muziek. Maar dat was niet zo. Nee, ik had juist in die muziek kon een bepaalde troost. Hè? Dus ik ging mooie muziekstukken luisteren en daar kon ik een bepaalde troost in vinden. Dat, ja, ik weet wel, dubbel concert van Bach zet ik toen veel op voor twee violen. En ja, dat is prachtig. En ook het idee dat natuurlijk ook anderen overkomt. Hè? Niet alleen ons gezin. Maar het is wel zeker bepalend geweest, ook een moment in je jeugd. Wat eigenlijk heel onbezorgd was en heel plezierig. We hebben een hele fijne jeugd gehad. Dus dit is iets wat je niemand toewenst. Nee. Dat is zo. Ja. En dat voor altijd een voor en een na zal zijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat is zo. Dat is zo. Absoluut. Ja, ja, dat is zo. Ja. Nou, dat conservatorium, dat maakte van alles in jou los. Je ging er keihard voor. Ja, dat ging keihard. Heel hard werken. Ja. En je ging op een gegeven moment ook afstuderen. En toen kreeg je een beurs om in Parijs te gaan studeren. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. En dat was een hele inspirerende tijd, hoor, in Parijs. Bij wie ging je studeren? Nou, ik wilde eigenlijk bij Marie-Claire Alain in de klas gaan studeren. Maar dat lukte niet, want ze had geen tijd. Ik werd wel toegelaten, maar dan zou ik bij de tweede, haar vervangster komen. En dat wilde ik niet. Ik wilde juist bij iemand, bij een grote naam studeren. Dat, zoals medestudenten ook deden toen. Ik was niet de enige die een beurs kreeg voor Parijs, hoor. Nee. Maar dus toen kwam ik bij Daniel Rood en dan werd ik in een orgelklas, dacht ik, geplaatst. Toen ik ter plekke kwam, toen bleek dat er geen plaats was. Dat had hij verkeerd begrepen. De organisatie in Frankrijk loopt iets anders dan in Nederland. Ik wil eigenlijk zeggen dat het een beetje een zootje was, maar dat is een beetje onaardig. Maar dat was wel ik zo. Had al een collegekaart en alles had ik. Maar toen kwam ik voor mijn lesafspraak. Toen zei hij, I am full, zei hij. Dus, I am full, oh. Ja. Nou. Dus dat is nu voor ons echt een uitspraak. Ook bij een aantal collega's uit Noorwegen. Die zaten in die orgelklas. Waar ik nu nog contact mee heb. Dus, dat was heel jammer. Toen keek ik blijkbaar zo beteuterd dat hij zei van, joh, kom dan maar privé bij mij. Ah. Dus toen ben ik privélessen bij hem gaan volgen een jaar lang. En de Saint-Sulpice, het hoofdorgel, was toen in restauratie. Dus dan had ik thuis les. En dat was op een Johannesorgel. Dus dat was iets minder als dat ik gedacht had. Want ik een Johannesorgel. Ja. Maar er stond wel, het voordeel van thuis lessen was wel dat hij had alle manuscripten en handschriften en eerste drukken had hij daar in zijn bibliotheek. Dat zag er prachtig uit. Zijn muziekkamer met een hele grote, prachtige Iraarvleugel erin. En dus als hij dan... Als je
dan iets van Frank of Widor op je lessenaar zette, dan pakte hij daar onmiddellijk een eerste manuscript of een eerste druk van. En zei dan, ja, dat is een fout in de partituur. En dan in die tekeer, weet je. Dus het was ook wel weer boeiend. Dat had ook wel weer iets, moet zeggen. Dus, het was wel een echte meester bij studeren. Het was absoluut een meester, ja. Ja, dat is zeker zo. Ja, dus, maar een jaar later, na een jaar bij hem gezeten te hebben, een jaar later ben ik dus bij Jean Langlet terechtgekomen. Ja. En dat was een goede match? Nou, dat was heel leuk, want dat was een conservatorium speciaal voor buitenlanders opgezet. En dat trok mij natuurlijk. Want dan kon je ook Franse muziek eens even goed onder de aandacht te brengen. Ja, nou ja, precies. En je had les op het toelaars samen was op het oude conservatorium, Rue de Madrid. En op dat kleine Cavalier Coolorgel, wordt door Guillemin zelfs nog geschonken is aan dat instituut. En dat was heel bijzonder om daar toelaars samen op te doen. En nou ja, ik mocht komen direct in de klas van de Prix d'Excellence. Dat is eigenlijk de solistendiploma. Hè? En zijn vrouw gaf daar officieel de lessen. Maar ik had dan les van zijn echtgenote en Jean Langlet samen. Die zaten dan samen. En dan had je les gewoon bij ze thuis in het appartement. Ja, dat was wel heel bijzonder op het pijporgel. Ja. Was dat ook intimiderend? Of wende je daar ook nee, wel mee? Nee, dat was nou in zoverre intimiderend. Er liepen ook nog twee honden rond. Eén was de blinde geleidehond van Jean Langlet. Die heette Scherzo. En ja, dat was al een hond op leeftijd die vaak moest hoesten. Dus dat leidde nog wel af, moet ik zeggen. Maar, en dan had je ook nog Fifi. Dat was het kleine schoothondje van de dochter van die twee. Want ze hadden ook nog een dochtertje, Caroline. Ja, ja. En, maar het waren hele bijzondere dagen. Ik had dat samen met een collega Gerard de Gierse, die lessen. En op maandagochtend van 9 tot 12 zaten we daar dan. En zij aan de ene kant en hij aan de andere kant op de orgelbank. En ja, dat zijn onvergetelijke tijden geweest. Dat zijn onvergetelijke tijden geweest. En we willen natuurlijk ook wel iets horen van Langlet. Ja. Je hebt iets voor ons, hè? Ja, ik ga spelen uit Huit Pièces Modales. De eerste, Mode en Ré.
hoort hier de poëzie in de muziek van Lenglet. Hij was echt een poëet in de muziek. Ja. Hij was daar heel goed in. En dat zijn de strijkers van het orgel. De mooie klank van de strijkers. Voix céleste en gamba samen met de fluitharmoniek. Ja, het is heel mooi. Het prachtige klank van dit orgel. Ja, ja, want het past dus ook heel goed bij dit orgel, dit werk van Ja, het past heel goed bij dit orgel, zeker. Ja. Dat is ook zo. Ja, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk naar Parijs ben gegaan. Want het orgel was eigenlijk de inspiratiebron. Ik was namelijk toen al benoemd als organist hier in 1987... Oh, ja. Gedurende mijn studententijd ben ik hier al gekomen. In de Maria en Jessekerk in Delft? Ja, Maria van Jessekerk. Oh, Maria van Jessekerk, ja. Ja, 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 ja. Maar het is... hier ben ik in 87 al gekomen als organist. En later, na 7 jaar, de functie ook van dirigent-organist. Ah, ja. Wat we bij ons een beetje traditie hebben. Dat 1 persoon is. Hè, vandaar dat koor om jou heen staat. Maar ja. Wat trof jij hier aan toen je in die tijd... Het was eigenlijk een heel onbekend instrument. De kerk was een hele donkere kerk. Hij is nu gerestaureerd. Prachtig. Het heeft 20 jaar lang geduurd eigenlijk, die restauratie. Hij is nu heel licht. Met dat slot, eigenlijk als slot, het orgel, de orgelrestauratie in 2009. Dus daar moest je nog heel erg lang op wachten. Ja, daar heb ik heel lang op moeten wachten. En er waren ook heel wat problemen. Het orgel was natuurlijk, omdat het pneumatisch was gemaakt in 1931, was mechanisch gebouwd. Die pneumatiek die was in slechte conditie. Het zakte en heel vaak waren er problemen dat er weer iets niet goed werkte. En dat er een lode pijpje dicht was bijvoorbeeld. En een toon kwam niet. En dat gebeurde regelmatig. En ja, het was ook een heel traag orgel, dus je drukt een toon in. Nou, dan kon je gaan koffie zetten en dan kwam die, hoor. Ben je nooit in de verleiding geweest om eens te verhuizen naar een ander orgel? Of bleef je erin geloven? Ja, ik bleef erin geloven, want ik wist wel natuurlijk dat die klank, hoewel er net een soort stofdeken over de klank lag, dat die klank uniek was en schitterend. Dat hoorde je wel door alles heen. Ja. En dat toch in Nederland ook een unieke klank is. Echt zo'n Franse klank. Want is er maar 1 zo'n maarschalkerweerd orgel in Nederland? Of zijn er nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee, het orgel van het Concertgebouw is natuurlijk uit dezelfde periode ongeveer. Oh, ja. Dit orgel is van 1893. Zo rond 1892, 1893 bouwde hij in de zogenaamde Franse stijl, zou je kunnen zeggen. Dat de inspiratie lag bij Cavalier Coll, die orgelbouwer. En vandaar dat ook die Franse muziek hier zo mooi op klinkt. Ja. Zou je er ook Bach op kunnen spelen? Of zit dat je kan hier ook Bach op spelen, hoor. Klinkt ook prachtig. Maar het is geen Bach-orgel. We hebben hier natuurlijk in Nederland Bach-orgels bij uitstek. En het is toch wel zo dat de diskant, daar ligt toch meer de nadruk op. Dus de melodie. Bij Bach heb je natuurlijk echt dat over het hele klavier, dat iedere stem moet even sterk zijn. Dat is enigszins een verschil. Het is subtiel, maar het is ook natuurlijk de combinatie van al de registers leent zich wat minder goed voor de Frans, voor de van Bach. Ja. Ja, de Duitse muziek. Dat, ja. Maar de Duitse romantiek klinkt weer prachtig. Reger is ook prachtig en Rijnberger. Dat kan weer wel. Dat kan wel. Je kan ook Bach spelen, hoor. En het klinkt ook best heel goed. Maar je mist een beetje de helderheid. Je mist een wat we hebben hier wel mixturen, maar het is toch een wat grondtoniger orgel, een ander karakter. En daar heb ik ook altijd de nadruk op gelegd. Want er zijn zoveel mooie Bach-orgels in Nederland. En het unieke van dit orgel is juist dat het zo Frans is. Ja, weet je dan zeg je dus eigenlijk van, dan moet je dan ook proberen die muziek daar op te laten horen. Ja, je kunt wel 1 werk van Bach eens spelen. Dat doen concertorganisten hier ook altijd. We hebben hier een mooie reeks van concerten. Maar het ideaal orgel voor Bach is het niet. Nee, daar hebben we hele prachtige andere orgels voor. Het orgel komt volledig tot zijn recht als je gewoon die Franse romantiek speelt. Ja, als je die Franse muziek speelt. Ja. Ja. Ja, ja, en heb je ook favoriete registers? Ja, nou, ik heb hier natuurlijk een hobo. Dat is natuurlijk echt voor de Franse muziek essentieel. En ik heb ook een heel mooi stuk van Widor uit de 3e symfonie, een minuetto, waarin die hobo prachtig als solostem klinkt. Nou, dat willen we dan wel eens even horen. Terwijl sla ik al de muziek open. Ja, nee, dat is helemaal goed. Ja.
De menuet van Widor, door Petra Veenswijk gespeeld. Ik zag bij de thema's, zag ik zo van die Franse dames met hoog haar en dan zo'n menuet dansen. Ja, zeker. Met van die heren met van die lange kousen in ja. Zo'n beetje Versailles-achtige zaal. Ja, ja. Moet ik het daar plaatsen? Ja, zeker, zeker. Het is een beetje een vroeg werk, dit, van Widor. Hij heeft natuurlijk 10 symfonieën gemaakt en dit is uit zijn 3e symfonie. En ja, die staat nog een beetje onder invloed van de Tweede Republiek. Hè, dat een hele andere stijl dan we bij zijn latere virtuose stukken, dat is symfonie tot en met 8, 5 tot en met 8, horen. En ook die allerlaatste op 2 Gregoriaanse thema's, die laatste symfonieën gebaseerd, ook weer een heel ander karakter. Dit staat onder invloed nog van Lemmens en van Mendelssohn en Schumann. En, dat, ja. Ja. Maar het lichtvoetig, dat heeft het zeker. Dat is charmante, elegance. Ja, elegance. Zou je kunnen zeggen dat het een elegant orgel is dit? Je kunt het heel elegant bespelen, maar ook heel anders. Oh ja? Ja. Kan het nee, dan? Maar natuurlijk is zo dat bepaalde stemmen komen heel mooi tot uiting in dit soort muziek. En ik, je bladert nu even ergens in? Ik blader even, want ik heb nog een ander muziekstukje. Wat ook heel prachtig is met een Vox Humana. Want dit orgel heeft 8 tongwerken. En die Vox Humana, dat is ook een van mijn geliefde tongwerken. Je had het over geliefde registers. Ja. Maar de hobo, absoluut. Hè, voor de muziek ook van Frank, maar ook van deze grote Widor en andere Franse symfonische muziek is dat natuurlijk essentieel. Maar de Vox Humana is hier heel mooi zacht en prachtig. Klankschilderend ook. Ook het koor wat ik hier om me heen heb. Ik vind het altijd een prachtig register als ik het gebruik. Die gaan helemaal blij kijken. Ja, die gaan helemaal blij kijken. Dat is zo. Eigenlijk een nabootsing van de menselijke stem. Ja. Met in combinatie met tremulant is voor deze werken, ik speel een In Paradisum. En juist bij die In Paradisum, het Ten Paradijze, komt die klank heel mooi tot uiting. En wordt het ook heel vaak voorgeschreven door de componisten om die combinatie te gebruiken. Vox Humana met tremulant. Tremulant. Ik laat een klein stukje horen uit het In Paradisum van Dubois. Ah. Een klein stukje met de prachtige Vox Humana. Ja, prachtig. Als het inzet, dan is het net alsof het een menselijke stem is. Ja, ja, ja zeker. Er gaat zelfs een verhaal dat een monnik de Vox Humana op het orgel in zijn klooster moest laten verwijderen, omdat het te veel aan de vrouw deed denken. Oh, nee, echt? Ja, dat is echt gebeurd. Stel je voor. Dus het moest verwijderd worden op het orgel, want het bracht de kloosterlingen in verleiding. In verwarring. In verwarring, laat ik zo zeggen. Nou, ja. Wat een fantastisch verhaal zeg. Wel een beetje jammer, want het is ook een heel erg ja, mooi het register. Is heel jammer, want het is een heel mooi register. En hij is hier heel mooi zacht. Meestal op de Nederlandse orgels is hij wat luider. Ook prachtig hoor. Vooral voor uitkomende stemmen bij prachtige koraal voor spelen. Maar ja, hier is hij mooi mild.
beeld en doet die heel erg denken aan een Volksumana op een Cavaillé-Coll-orgel. Ja, ja, want die zijn wel met elkaar verwant. Die, ja, zeker. Cavaillé-Coll en hij heeft zich laten inspireren. De orgelbouwer is ook naar Parijs geweest om daar de orgels van Cavaillé-Coll bij de wereldtentoonstelling te beluisteren. Ook. Diezelfde van de Eiffeltoren? dat weet ik. Nee. Volgens mij is die later. Oh, want later. De Eiffeltoren was, dacht ik, midden 19e eeuw. Oh, ja. En dit is, ja, hij is 1880. Ik spreek over rond 1880, 1890. Hè. Dit orgel is 1893. En dus ik vermoed dat dat iets later was. Ja, ja, er waren wel vaker wereldtentoonstellingen. Ja, dat was wel vaker, ja. Is het feit dat jij praktiserend katholiek bent, heeft dat invloed op jouw muziek? Ik denk het niet onmiddellijk, nee. Wel een beetje op de muziekkeuze soms, maar ook niet onmiddellijk. Want kijk, er ligt, mijn muziekkeuze is echt vanuit het instrument denken. Dus als ik gevraagd word in kampen, dan ga ik geen Roomse stukken spelen. Dan denk ik van, nou, daar zit niemand op te wachten. Ook geen psalmen, maar gewoon passend bij het orgel. Ik vind dat je dat als concertmuzikus niet mee een rol moet laten spelen. Nee. Dat moet je gewoon echt van het instrument uitgaan. Dat doe ik dan ook. En ik speel met alle liefde in allerlei soorten kerken. Maakt mij echt helemaal niet uit. Ik ben heel, wat dat betreft, ecumenisch ook ingesteld. Ja. En wel praktiserend katholiek, maar ik ben niet afsluitend van ik dat niet en dat, dat niet wel. Of dat wel. Ja, nee. Nee, nee. En andersom, beïnvloedt de muziek jouw geloof? Denk het niet, nee. Nee? Denk het niet. Denk nee, niet dat direct, niet zozeer. Ja, kijk, bepaalde. Het is natuurlijk wel zo, als ik met de schola het Gregoriaans studeer, dan, ja, dan heb je wel eens momenten dat je. Dat, ja, wel, dan voel je als het ware meer verbinding. Hè, ja. Die mystiek. Maar nee, dat. Niet zozeer, denk nee. ik, voor de orgelmuziek. Nee, nee. Nee, dat, nee, meer als koordirigent denk ik wel. Hier werkzaam in de kerk, dan is het wat anders, denk ja, ik. Ja, want dan ben je inderdaad ben je bezig. Natuurlijk als liturgische muzikus bezig ja. en dan is het anders. Maar ja, ik ben niet speciaal in hokjes van ik ga nu dit of dat. Ik ben heel breed en dat wil ik ook graag zo houden. Ik ben ook klavecinist en heb daardoor ook een grote belangstelling voor oude muziek. En speel ook graag oude muziek. En ook op allerlei mooie oude orgels mogen spelen en nog steeds. Dus, die breedte die wil je graag ja, houden. Dat is ook belangrijk, denk ik, als concertmuzikus. Dat je niet zegt van ik doe alleen dit. Maar het is wel zo, door dit orgel ben ik wel in die Franse romantiek terechtgekomen en heb ik daar een soort specialiteit van gemaakt voor mezelf. Omdat, ja, daar is nu ook behoefte aan, denk ik. We hebben zoveel goede muzici dat je er toch een beetje je toelegt op een bepaald onderdeel van het vak. Het is natuurlijk met het orgel heel breed. Hè? We hebben een repertoire vanaf, zeg maar, 1550 tot nu. Hmm. En, maar ik heb ook altijd heel graag hedendaagse muziek gespeeld. En, dus ja, dat doe ik ook dolgraag. Maar ja. Door het instrument heb ik me wel laten leiden naar die romantiek. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dankjewel Petra Veenswijk voor dit gesprek. En we gaan nog wat van jou beluisteren. Want we begonnen met Veni Creator Spiritus. En daar nemen we ook afspraak mee. Maar dan van Durufle. Dank voor dit gesprek. En alle goeds voor je werk. Dankjewel. Heel veel dank.